Deelnemers zijn halverwege de rechte lijn aan de overzijde. Pas hier aanstonds de GasUnie. Met aan de kop nog altijd Jack Baldwin. Die lengtevoorsprong. Maarten de Nooi op de tweede plaats. Nog altijd met hotshot erop. Ivy Fortuna ligt aan de binnenkant. Nog altijd gedeeld tweede. Daarachter volgt in vierde stelling dan Joan Collins. En die komt met rasse schreden nader. Daarachter Johanna Baldwin. En achter deze paarden volgt op dit ogenblik dan. Thans ook opkomende John Europoort. En laatste van het peloton is nu Johanna Baldwin. Loverboy Vrijthout voorlaatste. We zijn halverwege de laatste bocht. En het is nog altijd Jack Baldwin die het commando heeft. Jack Baldwin. Daarnaast verschijnt de andere gouden helm, namelijk die van Willem Brouwer met John Collins. En zo komen we dan in de laatste rechte lijn. Hebben we nog 200 meter af te leggen in de amateurkoers. Aan de binnenkant nog altijd Jack Baldwin. Aan de buitenzijde, daar komt helemaal aan de buitenzijde Johanna Baldwin nu naar voren. Ivy Fortuna heeft er tussen de derde plaats ingenomen. We gaan de laatste meters in, maar de vliegende Vriezin slaat weer toe. Jack Baldwin, Hilton Charlesma, Ivy Fortuna tweede. Daarachter op de derde plaats hotshot erop, Johanna Baldwin vierde. Dames en heren, de uitslag van de derde trainingsrit is officieel. Winnares Hiltje Charlesma met nummer 4 Jack Baldwin in een kilometertijd van 1.20.1. Tweede geplaatst nummer 5 Ivy Fortuna. Derde de 6 Hotshot Rob. Vierde de 1 Johanna Baldwin. En vijfde de 3 Joan Collins. 4, 5, 6, 1, 3 officieel. De paarden zijn gestart. Amateurs zijn onderweg met hun paarden en we komen door de eerste meters. Is het Ivy Fortuna die het commando heeft genomen. Ivy Fortuna is de leider, heeft een lengtevoorsprong genomen. Op de tweede plaats Johanna Baldwin, dan Jack Baldwin daarnaast. Zo gaan de deelnemers dan af op de eerste bocht. Achter de leiders volgt op dit ogenblik niemand minder dan Joan Collins. En daarvoor is het nog John Europoort. Zo gaan de paarden de bocht in. Aan de buitenzijde is het Maarten de Nooi en hij rijdt hier zijn hotshot erop. Worden gevolgd door Loverboy Vrijthout. En de laatste van het peloton is nu het nummer 3 van Joan Collins. De positie zijn ze onderhand gekozen en de deelnemers zijn aan de overzijde van de baan. En het is Hiltje Charlesma die het commando heeft genomen met Jack Baldwin. Jack Baldwin een lengtevoorsprong genomen op Ivy Fortuna in derde positie. Hotshot erop. Vierde aan de binnenzijde Johanna Baldwin. Daarachter volgt dan John Europoort. En achter John Europoort aan de buitenzijde Loverboy Vrijthout. En Joan Collins sluit de rij. Alle paarden redelijk tot zeer dicht bij elkaar als de deelnemers dan de stadsbocht ingaan. Onder aanvoering nog altijd van Jack Baldwin. Jack Baldwin heeft een lengtevoorsprong genomen. De hotshot erop. Die zet door. Druk door gaat naar de tweede plaats. Aan de binnenkant ligt Ivy Fortuna. Daarachter Loverboy Vrijthout. Aan de binnenkant daarvan volgt Johanna Baldwin. Dan volgt John Collins. En laatste is John Europoort. Als de deelnemers de rechte lijn voor de tribune inkomen. Nog altijd in zeer compacte cluster. Straks bij het passeren van de finish nog een volle ronde te gaan. En daar lijkt nog altijd Jack Baldwin. Jack Baldwin met Hiltje Charlesma. Maarten de Nooi aan de buitenzijde met hotshot erop. Derde positie is dan voor Ivy Fortuna. De buitenzijde Loverboy Vrijthout. Als effectief de laatste ronde ingaan. Dan volgt Johanna Baldwin met John Collins. En laatste is John Europoort. Deelnemers gaan de stadsparkbocht in. Doen we dat met aan de leiding nog altijd de gouden helm van Hiltje Charlesma. Gestuurd Jack Baldwin op de tweede plaats is het hotshot erop. Derde aan de binnenkant Ivy Fortuna. Vierde aan de buitenzijde Loverboy Vrijthout. Dan Johanna Baldwin en achter Johanna Baldwin komt nu aan de buitenzijde één plaatsje opschuiven John Collins. En laatste van het peloton is dan nog altijd John Europoort. Deelnemers zijn halverwege de rechte lijn aan de overzijde. Pas hier aanstonds de GasUnie met aan de kop nog altijd Jack Baldwin, die lengtevoorsprong. Maarten de Nooi op de tweede plaats nog altijd met hotshot erop. Ivy Fortuna ligt aan de binnenkant, nog altijd gedeeld tweede. Daarachter volgt in vierde stelling dan Joan Collins en die komt met rasse schreden nader. Daarachter Johanna Baldwin en achter deze paarden volgt op dit ogenblik dan het thans ook opkomende John Europoort. En laatste van het peloton is nu Johanna Baldwin, Loverboy Vrijthout voorlaatste. We zijn halverwege de laatste bocht. En het is nog altijd Jack Baldwin die het commando heeft. Jack Baldwin. Daarnaast verschijnt de andere gouden helm, namelijk die van Willem Brouwer met John Collins. En zo komen we dan in de laatste rechte lijn. Hebben we nog 200 meter af te leggen in de amateurkoers. Aan de binnenkant nog altijd Jack Baldwin. Aan de buitenzijde, daar komt helemaal aan de buitenzijde Johanna Baldwin nu naar voren. Ivy Fortuna heeft er tussen de derde plaats ingenomen. We gaan de laatste meters in. Maar de vliegende Vriezin slaat weer toe. Jack Baldwin, Hiltje Charlesma. Ivy Fortuna tweede. Daarachter op de derde plaats hotshot erop. Johanna Baldwin vierde.